Vandaag in De Papa en de Jongen behandelen we de problematiek van het petwateren. Veel plezier. Petwateren. Het overkomt je zonder dat je er erg in hebt. Schaamte, verlegenheid, onzekerheid worden je deel. Hoe gaat een vader hiermee om? We kijken naar de correcte manier. Niet huilen, mijn lieve zoon. Petwateren, dat kan de beste wel eens overkomen. Is dat dan wat ze noemen een natte droom, papa? Ja, dat zeggen ze wel eens. Droog nu maar je tranen. Petwateren, dat doe je niet opzettelijk. Plas jij nog wel eens in je bed, papa? Tuurlijk, als ik weer eens wat te veel water heb gedronken of raar gedroomd. Dat was het. Ik had een rare droom. Een rare droom? Over wat? Over de schoolreis, papa. Ja, over de schoolreis? Ja, de schoolreis naar de watervallen van Kool. Ik dacht even naar Mannekepis. Zo, dat was de juiste manier. We kijken nu naar de fouten. Je hebt je laken volgezeken? Duivels kind! Niet doen, papa, niet doen. Zo, hier, wat een verfrissing! Huh? Dat zal je leren! Kom op, broek uit dat ik er een knoop in leg! Er zijn beslist vervelender zaken. Dan is plassen op je laken. Ik denk dat ik pipi in mijn broek heb gedaan van het lachen.